Ja, Wilco, dat leek voor jou de rit van je leven zo'n beetje. Ja, ik had echt goede benen vandaag. Was echt niet normaal. We zijn er volle bak voor gegaan. Eigenlijk hadden we een plan opgezet om Jonas te lanceren, maar Jonas was niet goed genoeg. Kan natuurlijk ook gebeuren. Toen zijn we vol voor de etappes heen gaan rijden. Met Johannes hadden of Johannes. Met Matteo hadden we een goede kans. Dus probeerde ik veel werk te doen voor hem. En uiteindelijk jammer dat hij de etappezegen niet pakt. Maar. Wanneer kregen jullie door dat Jonas geen goede dag kende? Eigenlijk pas op de slotklim. Dus het is altijd van tv en overal vandaan is altijd heel makkelijk. Hè? Maar je moet altijd nog de been hebben om iets te kunnen doen. En als je ziet waar hij vandaan komt, ben ik echt heel trots op hem dat hij... Dat hij hier staat en dit nog bereikt, dus Dus was nog zeker heel goed. Bij ons was de gedachte eigenlijk dat al op de Bonnet de keuze was gemaakt voor de ritzegen te gaan. Maar dat is dus veel later pas genomen. Eigenlijk in de afdaling. Toen we nog 4 minuten hadden, dan weet je dat er nog een kans is. Maar Pogacar is van supersterk. Hey, en voor jezelf, je zegt de kans voor de kaart Jurgensen werd gespeeld. Maar goed, jij reed ook met wondebenen. Ja, ik reed ook goed. Maar je weet als je met Carapaz en met Yates en met Matteo zit, dan weet je dat het vrij moeilijk is. En ik wist dat Matteo gewoon nog beter was. Was dit voor jullie wel de laatste kans? Ja, morgen is nog een dag in principe. Dus morgen weer een nieuwe dag en dan gaan we weer kijken. Eerst even evalueren, plannen maken voor morgen, dan zien we wel weer. Lijkt me ook best, als je ziet hoe sterk Pogacar rijdt, niet het makkelijkste is om daarvoor voor op te laden. Nee, zeker niet. Maar elke dag is weer een nieuwe dag. Dankjewel.